Ik merk gewoon dat ik bij de sessies heel veel nieuwe dingen leer. Ook heel veel dingen die ik niet had verwacht. Ik wil de academie heel graag gebruiken om ook te onderzoeken hoe ik als rolmodel kan fungeren voor mensen die dat niet willen of geen stem hebben binnen de politiek. En ik wil dus onderzoeken of een politieke carrière voor mij is weggelegd. En de academie is daar een perfecte plek voor om dat op een hele laagdrempelige en veilige manier te doen. De kennis die ik hier krijg, dit zijn eigenlijk gewoon workshops waar misschien bedrijven heel veel geld voor zouden betalen. Wat wij nu gewoon met een groepje van 4, 5 man gewoon zo neerzetten met de connecties van de partij. Iedereen is heel enthousiast en het is heel gaaf om te zien wat voor verschillende thema's we aan het begin van het seizoen met elkaar hebben bedacht. En welke sprekers daar dan uiteindelijk op afkomen. Wat je ziet is dat de Academy wel echt van alle verschillende stromingen komt. Ja, en allemaal verschillende soorten mensen. En dat vind ik heel mooi om te zien. Iedereen heeft een ander karakterprofiel en gaat heel anders om met bepaalde thema's of met vraagstellen. Maar je merkt dat we heel informeel met elkaar omgaan en dat we elkaar eigenlijk ook wel die ruimte gunnen. Van tevoren is het heel duidelijk gemaakt dat we dus verschillende sessies met elkaar gaan organiseren op verschillende thema's en dat we sprekers mogen uitnodigen. Iedereen heeft er zin in en iedereen heeft er ook gewoon een goed gevoel over. Dus we willen ook gewoon echt moois laten zien van kijk, dit is de Academy en dit is wat we doen. Met zoveel motivatie en energie en dat ook echt op een hele leuke manier weten over te brengen. En dat we dus echt het gesprek met elkaar aangaan. Dus het is gewoon een hele fijne en mooie sfeer. Iedereen heeft echt een sociaal hart, gewoon een rood sociaal hart. En het zijn voornamelijk gewoon hele leuke deelnemers.